Ik ben Peter van Baarle, dierenambulance Rotterdam en omstreken. Nou, zoals u zelf hebt kunnen zien, de eerste boot, snelle motorboot van de brandweer is aanwezig. Rijkswaterstaat stuurt ook een boot. En nu gaan we dus zwanen in ontvangst nemen hier. En hoeveel zijn dat er, denkt u? Nou, ik schat, gisteren hebben we er 80 geteld, maar ik denk dat het er veel meer zijn. Ja, ik denk dat het er veel meer zijn die besmeurd zijn met stookolie. Ja. Dat is wel een ramp voor die dieren. Ja, ja. En dodelijk. Ja. Zijn ze er erg aan toe, denkt u? Nou, de eerste hebben we net hier in ontvangst genomen. Ja, diertjes zijn helaas overleden, ja. Het is natuurlijk echt, stookolie is echt troep. Het verbrandt van binnen alles. Dus ja, dan is, als je dan te laat bent, ja, dan ziet het, dan overlijdt het. Helaas. Maar we gaan toch proberen zoveel mogelijk dieren te redden. Want ze worden hier verzameld, hier komen ze binnen. Ja. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze in pendel naar Vogelklas Karelschot. We hebben verderop ambulances klaarstaan. En er komen er nog meer bij. En we gaan in pendel rijden naar Karelschot, dat ze zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Om ze te redden? Om ze te redden, ja. Ja. En is er genoeg, zijn er genoeg mensen? Is er genoeg inzet daarvoor, denk je? Er is genoeg inzet. Ook burgers, want de politie heeft een Facebookbericht geplaatst hier in de regio. Dus als dadelijk de tent staat en dus het gaat binnenkomen, dan kunnen de dieren opgevangen worden. Wat klaar is, laden we gelijk in een ambulance en die gaat gelijk rijden. Moet zo snel mogelijk. Ja, het is echt een ramp. Het is verschrikkelijk dit. Ja. Is het nog niet eerder zo erg voorgekomen? Nee, niet op deze schaal. En over de lengte van de hele rivier.